Want je zegt het al, wat om hem heen gebeurde. Wat speelde er allemaal om hem heen? Ja, hij had in een interview. Ik heb het niet helemaal meegekregen. Tijdens de wedstrijd niet. Hij was boos. Ik keek een official aan. Ik zeg, gaat het over mij? Hij zegt, nee, je hebt er niks mee te maken. Toen zei ik ook, oké, dan hoef ik het ook niet te weten. Weet je, als ik iets verkeerd heb gedaan of ik moet iets anders doen, weet ik veel, iets anders. En het ligt aan mij, dan had ik me schuldig gevoeld of dan had er iets waarin ik kon veranderen. Maar het lag niet aan mij, dus toen heb ik ook gezegd, oké, dan maakt het me niet uit. Dan hoor ik het later wel of zo. En toen had ik een interview van hem gelezen. Ik weet niet waar hij dat zei, maar over dat hij niet precies wist wanneer hij het podium op mocht voor de wedstrijd of zo. Ja, tegenover de Telegraaf zei hij dat Ja, inderdaad. tegen de Telegraaf inderdaad. Toen zei hij dat. Ja, dat is vervelend natuurlijk. Maar hij gaf ook zelf aan dat hij zelf ook boos was. Dat hij zich zo de wedstrijd uit liet halen, zeg maar. Maar op het moment heb ik er weinig van meegekregen. Ja, want dat was iets met dat hij niet precies wist over hoeveel minuten de wedstrijd nou ging beginnen. Je hebt daar Ja. achter de schermen geen last van gehad. Nee, ja, ik zag wel dat hij boos was en druk in de weer was met de officials praten en dat soort dingen. Maar ik heb me daar niet mee bezig gehouden. Ik wilde me focussen op mijn eigen wedstrijd. Ik stond voor tegen Michael van Gelder op het Major, dus daar had ik het al druk genoeg mee.